Welkom bij Pompidou. Clara's vaste afspraak met de kunst gaat naar aanleiding van de tentoonstelling Jan van Eyck, een optische revolutie, kamerbreed vanuit het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De schilder is een mythe en een raadsel, maar vooral is Jan van Eyck een kunstenaar die je ziel beroert. En daarom wilden wij voor u de perfecte rondleiding maken met curatoren en specialisten van op de grootste tentoonstelling ooit over Jan van Eyck gemaakt. Dag Frederica. Chantal. We zitten voor een kopie van het Lam Gods. Inderdaad. Die Michiel Coxie heeft gemaakt in... Wanneer precies heeft hij dat gedaan? Michiel Coxie heeft het gemaakt in 1557. Ja. En hij heeft er 2 jaar over gedaan. Hij heeft een atelier gebouwd in de Veitkapel. Coxie zelf was aangetrokken tot het werk. Maar ook de opdrachtgever natuurlijk. Een heel belangrijke kunstmecenas. Uit de 16e eeuw, Philips II. Ja. Ja. En klopt het dat hij in 2 hoofden, zowel van de kunstenaar zelf, die de kopie heeft gemaakt, als van de opdrachtgever, dat die in het schilderij zijn gesmokkeld op de een of andere manier? Ja, inderdaad. Coxie heeft zichzelf afgebeeld, in eerste plaats, met een lauwerkrans op het hoofd. Die lauwerkrans betekent dat hij goddelijk geïnspireerd is en dat hij de neoplatonische ideeën over artistieke houding naar artistieke creatie eigenlijk volgt. En hij heeft dan natuurlijk ook Philips II daarin afgebeeld. En Philips II zijn vader ook, Karel Veef. Ja, maar was dat normaal dat men zo'n kopie maakte van zo'n waanzinnig werk als het Lam Gods? Want het zal niet de enige geweest zijn, denk ik. Hè? Dit is de bekendste kopie die nog over is. En natuurlijk voor een heel belangrijke opdrachtgever, een man met groot aanzien. De koning van Spanje. Er zullen nog wel kopies geweest zijn. Dat bewijst ook 2 kopies naar Adam en Eva die hier beneden ook hangen in de tentoonstelling. Maar dit is wel effectief de belangrijkste. En het is een heel belangrijk historisch document ook voor ons. Omdat het Lam Gods weergeeft na de belangrijke overschilderingscampagne eerder in de 16e eeuw. Ja, want weinig mensen zullen dat beseffen, dat het Lam Gods eigenlijk heel snel is gerestaureerd. Met alle gevolgen van dien, zijn daar documenten over? We hebben eigenlijk 1 aanwijzing door de historicus, de Gentenaar, Marcus van Vaarnewijk. Die schrijft dat het altaarstuk in september 1550... gekuist is geweest door Lancelot Blondeel, een schilder uit Brugge, en Jan van Skorrel, een schilder uit Utrecht. Ja, dus dat was een dikke eeuw nadat het Lam Gods eigenlijk door Van Eyck en wie weet door zijn broer is gemaakt. Ja, dat klopt inderdaad. Weet u eigenlijk of het Lam Gods meteen een soort van mythische status had toen het werd ingehuldigd? Meteen, ik denk wel dat het enorm veel opzien moet gebaard hebben. Hè. Een werk dat zo groot is, dat is uitzonderlijk. Hè. De meeste werken van Van Eyck zijn ook heel klein. Er zijn grote altaarstukken, maar ik denk dat het Lam Gods echt een uitzondering is. Ja. Ja. Welke veranderingen heeft Michiel Coxie dan toegepast? Want om nu eerlijk te zijn, het origineel is wel wat beter, Frederik. Ja, daar ben ik het volledig met jou eens. Coxie heeft eigenlijk ten eerste het Lam Gods geschilderd van na de overschilderingen. En dat kunnen we ook merken. Dus de plooienval, de kleuren, die veranderingen heeft hij nageschilderd. Maar hij heeft zelf ook een aantal wijzigingen aangebracht. Als de luiken gesloten zijn, zien we niet meer Joost Veit staan en Elisabeth Borluut, maar de 4 evangelisten. En die zijn eigenlijk in een Italiaanse Cinquecento-stijl weergegeven. En dan natuurlijk heeft hij ook in het paneel met de Militis Christi zichzelf aangebracht. Ja. En zijn opdrachtgever Philips II en diens vader. En je ziet ook dat hij ook een aantal vereenvoudigingen heeft toegepast met betrekking tot de optische effecten die aanwezig zijn in het Lam Gods. En ook een aantal natuurgegevens zijn niet aanwezig. Ja. Ja, misschien kon hij het gewoon niet zo goed. Hè? Misschien is dat wel de reden, Frederica. Nee. Ja. Nu, hoe komt het nu dat Jan van Eyck altijd wordt voorgesteld als de uitvinder van de olieverfschilderkunst? Terwijl we natuurlijk al lang weten dat dat eigenlijk niet zo is.
heeft dat wel geperfectioneerd? Op welke bronnen is dat gebaseerd? Dat is eigenlijk gebaseerd op Le Vitae, een boek dat geschreven is door Giorgio Vasari, een belangrijke kunstenaar uit Italië, de 16e eeuw. En hij was schrijver, kunstenaar, een beetje architect, kon heel veel die Vasari. Hij kon heel veel, ja, Pictor Doctus. En hij schreef de eerste systematische geschiedschrijving van beeldende kunst op dat moment. En hij schrijft over Van Eyck, voornamelijk wanneer hij het heeft over een andere beroemde schilder in Italië, Antonello da Messina. En hij schrijft eigenlijk dat Van Eyck experimenteerde met die olieverftechniek, dat hij lijnzaadolie kookte en mengde samen met notenolie. En dat eigenlijk die mengeling ervoor gezorgd heeft dat Van Eyck door te experimenteren tot een nieuw soort vernis is gekomen. Vandaar dat alles zo kon schitteren ook. Ja, inderdaad. Het was een vernis, een olieverf die bijzonder glanzend was en die de kleuren ook meer satureerde. En zo is hij tot glacis gekomen. En dat is dan later geïnterpreteerd alsof Van Eyck de olieverf heeft uitgevonden. Hè. Dat is dan overgenomen hier in de Nederlanden, onder meer door Marcus van Vaarnewijk en door Lucas Deere, dus twee Gentenaars. De een een historicus, de andere een kunstenaar. En zij schrijven natuurlijk ook dat hij de olieverf heeft uitgevonden. En dan is er natuurlijk ook de beroemde prent, de gravure van Stradamus. Wat staat daar nu precies op? En wat bewijst dat? Well, Stradamus geeft Van Eyck weer in zijn atelier en hij beschrijft hem als de uitvinder van de olieverf. Het is natuurlijk een geromantiseerd beeld uit de tweede helft van de 16e eeuw. Waar we Van Eyck aan het werk zien. Hij maakt de schilderij naar een verloren compositie met de heilige Joris en de draak. En hij ziet zijn assistenten aan het werk. Ene is pigmenten aan het vermalen en het mengen. De andere tekent de hele serie ogen om te oefenen. En dan nog iemand anders is naar levend model aan het tekenen. Of het echt zo aan toe is gegaan bij Van Eyck, dat weten we natuurlijk niet. Maar die print natuurlijk is wel heel lang meegegaan. Die komt uit een reeks met uitvindingen, belangrijke uitvindingen uit de tijd van Stradamus. Een bruggeling trouwens, die in Italië gaat werken. En naast bijvoorbeeld de uitvinding van de windmolen of het astrolabium, maakt hij ook deze gravure. En dit is een van de meest gereproduceerde gravures door de tijd heen. En zo was de mythe van Van Eyck meteen eigenlijk geïnstalleerd. Inderdaad, ja. Inderdaad. Ja, dankjewel. Plezier.